Wat is je mooiste herinnering aan je pa? Ik heb nooit pa tegen hem gezegd na je geboorte. Ik mag er niet aan denken dat ik hem ooit pa zou genoemd hebben. Er zijn zoveel mooie herinneringen. Als ik er één kies, gaan de anderen misschien verloren. Ik ben Anne. En ik ben Els. En ik speel de moeder. En ik speel de dochter in het stuk Liefde van Peter Verhelst. En de eerste vraag is, hebben jullie bepaalde emoties ervaren tijdens het kijken naar het stuk? En zo ja, welke? Verdriet. Gemis van dat meisje en die mama. Eigenlijk tweezijdig ook. Triestig dat hij er toch niet bij is, maar toch een beetje kwaad op hem. Omdat hij heeft verschillende slechte dingen gedaan. Het was een leuk verhaal. Het was een verhaal die eigenlijk ook wel echt zou kunnen gebeuren. De titel van het stuk is Liefde. Maar waar zit volgens jullie de liefde in het stuk? Hoe vertaalt zich dat? Je ziet het een heel klein beetje, maar je moet het meer voelen dan zien. Je ziet dat hij een knuffel geven, maar anders is er niet veel liefde om te zien. Natuurlijk hebben we liefde gezien, want die vrouw bleef nog altijd haar man steunen en haar dochter, terwijl die man eigenlijk super erge dingen heeft gedaan. De liefde komt te voor als ze hem toch terug in huis willen nemen om ja, weer het normale leven in gang te zetten. Er zaten veel stiltes in de voorstelling. Hoe vonden jullie dat? Was dat soms vervelend of kon je dan aan bepaalde dingen denken? Gebeurde er dan iets? Ik vond het een beetje saai. Dat is zo een tijd dat er zo niets werd gezegd en dat ze zo niet bewegen. Ik heb liever dat ze bewegen en dat ze niets zeggen dan dat ze zo niets doen en niets zeggen. Die stiltes zijn soms wel goed omdat er soms veel tekst is. En dan heb je ook zo even tijd om alles binnen te laten komen en kun je alles beter begrijpen ook. Het decor was heel eenvoudig, een zwart vlak met allemaal van die schermen daarnaast waar licht op scheen. Wat vonden jullie daarvan? Wat zagen jullie daarin? Wat verbeelde dat volgens jullie? Veel vragen. Ik vond het wel een leuk decor. Ik dacht dat we zo in een tuin waren met zonnepanelen en dat ze zo op zoek zijn naar een zonnepaneel waar dat ze met de vader kunnen skypen. En ze waren aan Skype en het logo van Skype is ook blauw, dus daarom blauw, zodat duidelijk wordt dat ze aan Skypen waren. Oké, stel jullie vader is gaan vechten in de oorlog en hij heeft daar in de oorlog dingen gedaan die echt niet kunnen. Mag die van jullie terug naar huis komen of niet? Bij mij mag dat, natuurlijk. Want mijn papa vind ik superleuk. Ik zeg nee, want als hij een misdaad heeft gedaan, ja, eigenlijk hier ook, als je misdaad doet, dan krijg je een straf. En ik zou mij daarvoor schamen als mijn papa in de gevangenis of zo moet gaan. Maar als zo'n misdaad is van hij doodt bijvoorbeeld mensen van IS, dan zou ik het niet erg vinden, want dan zou ik juist trots zijn op hem. Papa, als je dit ziet, als jij ooit iemand gaat vermoorden, mag jij niet meer in ons huis. Niet meer, hè? Begrepen? Is niemand vermoorden. Als hij binnenkomt, zal ik blij zijn dat hij terug is, dat hij nog leeft, dat hij nog mijn papa is. Maar ik zal ook zo verdrietig zijn omdat hij mensen heeft gedood bij de oorlog. Gewoon glimlachen. Dag papa. Ik weet niet meer wat ik moet voelen. Ik zou daar niet over durven praten met hem. Omdat dat, misschien heeft hij ook zo van die nare dingen gezien dat hij misschien ook niet liever over wil praten. Hij gaat ook niet alles vertellen. En dat zijn ook zaken die in die familie blijven, dat je niet aan de hele wereld moet gaan vertellen. Stel, ons land is in oorlog. Zouden jullie dan zelf gaan vechten of niet? Zouden jullie soldaat willen worden of niet? Maar er is al in België al zo lang niet meer oorlog geweest, dus ik ben niet bang. Ik zou meegaan als mijn familie daarmee akkoord is. Als ik weet van mezelf, ja, ik ga dat niet kunnen overleven, dan ga ik niet mee. Ik zou de geneeskundige worden en iedereen genezen die gewond raakt. Als ik mee zou moeten gaan, dan zou ik zo mensen willen verzorgen die zo gewond zijn of zo. Nee, denk
dat ze mij ook gewoon vanaf de eerste dag direct naar huis zouden sturen van gedaan ermee, jij moet gewoon weg. Ik zou misschien zelfs de vijand een high five of zo gaan geven. Ik weet niet, ik ben veel te vriendelijk om echt te vechten.